Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Het is nog zomer en een van de vleesjes dat het meest wordt gebruikt voor een barbecue zijn ribbetjes. Een varken dat heeft een ribbenkas. Maar welk stuk van die ribben moet nu versneden worden om dat bekend rakje ribbetjes te verkrijgen? Ik ga vandaag op bezoek bij Ruben om te zien hoe dat gedaan wordt. Daar ze. Dat is een entree, hè? Ribbetjes. Ja. Dat zijn... Ja, sowieso zijn dat de ribben, hè. Dat zijn de ribben, ja. En er daar verschillende soorten in? Want dat ziet er zo groot uit tegenover wat dat wij... Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde ribben, maar door de plaats waar ze zitten kunnen ze natuurlijk voor andere dingen gebruiken. Oké. Okay. Je hebt hier eigenlijk de buikribben, die dan echt ook zo vleesribben, die eventueel kan voor een gelakte rib of dan meer voor een nutsenpot, een okay. Stoofrib. Die eerste hier ook, dat zijn echt de stoofribbetjes. En dan heb je hier op, het, is eigenlijk op de rug, die aan de binnenkant, dat zijn dan de sparribs. Die dan... Zo oppeuzelen. Ja. Dus eigenlijk als je aan je kotelet dat ribbetje hebt, is eigenlijk ook het ribbetje... Ah, ja, ja. Gewoon alles versneden. Ja, maar dan die dan op zijn geheel eruit gaat. Oké. Dat is hier dan de rug van het varken. Dus als je eigenlijk je kotelet zo zou snijden... En een gewone kotelet. Een gewone kotelet, ja. Maar wat gebeurt er dan bij de sparribs? Moet je gewoon langs dat been. Zo, snijden. Oké, dus nu dat deel is eigenlijk de kotelet, maar dan zonder bot. Ja, je ziet, en dan is eigenlijk hier je roti, je varkensgebraad. En dan heb je je ribben zonder... Zonder kotelet, toch? Zonder kotelet, zonder iets. Dus die, dat moet er nu nog af. Dat moet er nog af. En dat zijn... Ja, eigenlijk ziet het goed, hè. Hier, dat is het rakske dat we kennen van een barbecue. Van achter is er zo een vlies. Ja. En je kunt vragen, als je een goede slager hebt, om dat te ontvliezen, omdat je marinade er dan beter intrekt. En dan heb je zo geen vliesje als je erop eet. En dan is dat botermals. Je moet dat wel altijd aan je slager vragen, want dat wordt standaard niet gedaan. Standaard wordt dat niet gedaan, dan kun je eigenlijk ook altijd zelf. Hè. Dus eigenlijk dat vlies een beetje los proberen te maken. Je hebt er zelf geen mes voor nodig. Voilà, Ruben. Dikke merci voor alles wat ik heb bijgeleerd over ribbetjes.